Ben je oké, Toad? Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Paper Mario video. In deze video moeten we ervoor gaan zorgen dat al deze torens hier zo beginnen te schijnen. Er komen dan lichten uit en dan gaan we de tempel van Ramses, als het goed is, tevoorschijn toveren. In de vorige video hebben we de eerste toren al geactiveerd en nu gaan we proberen de andere torens te activeren. En het opschrift uit deze toren is... Onder vervlochten tweelingvoeten kun je mijn oog in naalden groeten. Volgens mij gaat het over een tweelingcactus. En dit ziet eruit als een tweeling. Cactus. Kan jij hier dus even gaan graven, Tootje? Oh, je kan hier wel graven, maar er komt niks uit. Kunnen we dan hier uit eventjes... Oh, nee. Ik dacht, misschien kunnen we hier... misschien kunnen we hem hier uitslaan. Oh, kijk, kijk. Nou ja, hij is hier. Hij lag er precies tussenin. Je moet precies op de goede plek graven. Een driehoekig juweeltje. Jee, dan kunnen we deze toren ook activeren. Lekker, Toot. Zullen we samen even springen? Nice. In de vorige video heeft Olivia ook deze toren in de fik gezet. Omdat we de vuurorigant hebben verslagen. Dat was ook in die video. Ga hem kijken als je dat nog niet gedaan hebt. En anders kijk je gewoon lekker deze video. En doe je even dat blauwe duimpje alvast omhoog. En vergeet je niet om te abonneren op dit kanaal. Voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En dan activeren wij even deze tweede toren. Kijk maar, hij begint te draaien. Mop, het oog is aan het schijnen. En dan komt er een laserbeam uit. En die gaat ook weer richting dit platformpje. We moeten er dus nog twee zien te vinden. Twee van dit soort torentjes die ook zo gaan schijnen. Alleen, waar zijn die andere torens? Dat is nog wel even de vraag. Toren nummer 2, gefixt. Kijk, het ding is, je ziet daarachter zie je ook nog zo'n toren. Maar ik heb dus geen flauw idee hoe ik daar kom. Nu is die toren dus links van mij. Hoe gaan we daar komen? En waar precies is die vierde toren? Dit is volgens mij de eerste toren die je tegenkomt. Komt? Misschien hier zo. Ik zie hier weer de toren linksboven. Ik vind het op zich wel vreemd. Hier zijn allemaal ruïnes en zo. Hier zijn we al een keer geweest. Maar toen hadden we Toad nog niet bij ons. Toen kon hij nog niet graven. Dus misschien moeten we Toad sowieso even overal laten graven. Waar we zo'n dingetje vinden. Zo'n lichtgevend plekje. Want ik kan me niet voorstellen dat hier helemaal niks is namelijk. Oh, wacht even. Dit vond ik ook zo vaag. Kunnen we dit aandoen? Oh, je kan hier ook... Oké dan. Hier hebben we ook weer zo'n juweel. Ik vond het al vreemd de vorige keer. Toen was ik hier ook en toen dacht ik nog van... Kan ik dit kampvuurtje aanzetten of zo? Maar blijkbaar ligt hier gewoon een juweel onder. Ja, maar dit was de enige plek volgens mij... Waar we de vorige keer gewoon niet echt iets hebben kunnen vinden. Ja, we hebben dat kistje hierboven kunnen vinden. Maar ik bedoel, ze hebben niet voor niks natuurlijk dit hele stuk gemaakt. Ondertussen zitten we aan de 10.000 muntjes. Ja, en hier is toch ook niet echt een toren te bekennen hoor, jongens. Ik denk toch echt dat we naar de stad moeten, jongens. Pats, hoppa. Dat is altijd leuk om te doen. Olivia zegt, zag je die zijpoorten bij de stadsingang? Misschien kunnen we die gebruiken nu we een sleutel hebben. Zijn er zijpoorten? Waar zijn die zijpoorten dan? Bij de ingang? Oh, hier zijn zijpoorten. Aha. Als gast van het hotel mag je gebruik maken van deze exclusieve deur naar de verre westelijke imposantvlakte. Had het dan gelijk gezegd, joh. Weet ik veel dat we hier ook nog helemaal naartoe kunnen. Graaf jij even een gat? Nice. Ja, we moeten wel proberen om even veel muntjes te fixen. Want er is nog één accessoire in Zwamstad die we nog moeten kopen. Anyway, ik pak even mijn autootje erbij, want dan gaat alles 10 keer sneller. Oh, wacht even. Wacht. Niet alles kapot maken. We moeten eerst even dit blokje pakken. Ja, kijk. Nice. Een glanzende werphamer. Kijk, nu mag je alles kapot maken. Ja, heel goed. Ah, ja. En hier hebben we dus inderdaad de volgende toren. Maar eerst gaan we even graven met Toad. Lekker Toadje. En even dit gaatje nog dichtmaken. Hoppa. Hoppa. Nice. En hier hebben we de volgende toren. We hebben nog één juweeltje over, dus hopelijk past die hierin. Ja, we moeten deze toren ook weer aanzetten. Met natuurlijk de vuurorigant. Hoppakee, gefixt. En dan moeten we hier een juweel in stoppen. Maar we hebben een vierkant juweel, we hebben geen rond juweel. Hier staat waarschijnlijk waar we die juweel kunnen gaan vinden. Verlegen zon boven de golven wijst waar mijn oog ligt bedolven. Verlegen zon boven de golven. Golven, water. Wijst waar mijn oog ligt bedolven. In de buurt van water? We hebben alleen in de stad hebben we water. Voor de rest hebben we volgens mij helemaal geen water ergens. Kijk, we hebben hier water, maar ja, weet ik veel. Moeten we hier gaan zoeken? We pakken wel een hoop muntjes hier, dus dat is top. Hup. Hij ligt hier nog ook. Serieus? Hij ligt hier nog ook. Het ronde juweel. Nice.
Nou, mooi. Dan kunnen we die gelijk erin gaan stoppen. Ja, dit was de enige plek waar water was. Voor de rest ben ik in heel die woestijn natuurlijk helemaal geen water tegengekomen. Let's go back to the tower. Kijk, en nu hebben we wel het goede juweel. Nice. Het logische juweel voor een oog. Een rond oog. We hebben al een driehoekig oog gevonden onder andere. Wie heeft er nou een driehoekig oog? Ja, die van katten lijken soms wel een beetje... Ja, het zijn geen driehoekjes, maar... Ja, ook niet helemaal rond in ieder geval. Anyway, ik weet niet waar we over praten. De derde laserbeam op het platformpie. We moeten er nog één. Ja, en die zal dan wel in die oostelijke poort zitten, die toren. Oh, Toad is weer op zijn bakkers gevallen. Gaat het, professor? Ben je er nog? Sorry, ik ben minder avontuurlijk ingesteld dan sommige collega's van me. Nou, dat valt reuze mee. Toad, je bent een onderzoeker en een ontdekkingsreiziger, man. Toad mag zichzelf best wel wat credits geven, hoor. Jongens, jongens. Kijk, hoppa. Dat is de derde toren. Ik vind het zo leuk om rond te rijden in dit autootje. Mogen we dan ook nu hier naartoe, jongens? Ja, kijk, we kunnen de exclusieve deur naar de verre oostelijke imposant vlakte openmaken. Nice. Super nice. Ik zie hier wat schorpioenetjes bij die pokies. Oh, maar nee, zijn het geen toads? Waren dat geen toads? Oké, wat gebeurt hier, jongens? We hadden op moeten letten. Oké, we moeten de twee schorpioenen even in de gaten houden, jongens. Twee schorpioenen. Tot nu toe zie ik ze allebei nog, denk ik. Volgens mij zijn het de twee linksbovenin. Volgens mij zijn het deze. Wil je hier graven? Ja, graaf maar. Graaf maar beter. Kijk, hoppakee, dat is één. Nice! En die andere zat volgens mij ook hier rechtsboven. Graven maar. Ja, kijk. Hoppa. Dat hebben we even goed in de gaten gehouden, jongens. Nice. Oké, go. Waar is die toren? Toren. Oh, hier is die toren. Waar is die toren? Hier is die toren. Even deze gaatjes vullen voor de 100% completion. Hopelijk gaat het lukken. Maar sowieso niet in deze playthrough, want we hebben al te veel dingen gemist. Maar we gaan natuurlijk zoveel mogelijk gewoon proberen te halen. Kijk, hoppakee. 100% verre oostelijke imposant vlakte de scheuren gedaan. En ook deze laatste toren, jongens. Let's go. We gaan de tempel openen. Wat staat er hierop dan? Murenhoge golven onder de vlam is waar ik mijn ogen naartoe nam. Ah ja, kijk die vlam. Die vlam, dat spreekt dan voor dat kampvuurtje natuurlijk waar we net naartoe zijn geweest. Ik moet wel zeggen, deze en die vorige, die waren wel ver gezocht. Die andere twee waren vrij makkelijk. Maar we hadden gewoon het geluk dat we dat kampvuur hebben gevonden. En bij die andere moest ik aan water denken. Ja, ik vraag me niet waarom ik daar aan dacht, maar... Anyways, het vierkante juweel hebben we ook. En dit is toren nummertje 4. En ook deze toren begint te draaien. En daar gaan we, jongens. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. De stralen zijn compleet... Oh, we moeten de aardorigant daar gebruiken, zo te zien. Die komt gewoon nog een keer van pas. Olivia, die zegt... Wacht, ik viel helemaal niet om, want ik zweef. Echt, Olivia, jongen. Zit ze zich de hele tijd vast te houden samen met Toad en Mario... maar dat hoeft ze helemaal niet, omdat ze zweeft. Hé, hey, daar ligt nog een Toad. Toadje! Yo! Woehoe! En we hebben alle Toads ook weer gered. Oké. We zijn er. Op de plek waar de tempel tevoorschijn moet gaan komen, moeten we de kracht gebruiken van de aardorigant. Olivia, work your magic. Let's go. Wat zouden we zonder Olivia moeten doen, jongens? Die Olivia is toch wel een klein bazinnetje hier. Ik vind het wel vet, jongen, hoe zij gewoon transformeert in die supergrote papieren origami wezens. En hier is de jongens, de aardorigant. Oké, Olivia. Ik weet niet wat je precies moet doen, maar doe het. Oh, je hoeft hier alleen maar op te staan. What? Kijk die statues van die toads. Super nice. Dat is vet gedaan. Ja, de toads zijn hier toch blijkbaar wel de baas geweest vroeger. Want ik zie allemaal mega toads hier. De tempel van Zwamzas. En Toad zegt, oh, dus dat bedoelen ze met onder het land. De oude beschaving hield wel van cryptische hints. Nou, dit was niet een hele moeilijke cryptische hint. Ik vond die andere toch lastiger. Het gele lint dat gaat via deze barst hoppakee de tempel in. Potverdorie, jongens. Wat gaan we hier dan weer allemaal tegenkomen? Ik vind dit wel echt lachen. We gaan naar binnen. En ik heb zo'n vermoeden dat onze professor weer niet meegaat naar binnen. Oh, hij gaat wel mee naar binnen. Hij blijft waarschijnlijk hier wachten, of niet? Wow, dit is zo vet. Dit is gewoon een Egyptische farao-tempel, jongen. Dit zou wel eens de laatste rustplaats kunnen zijn van de legendarische koning Zwamzes.
Ik heb ook ontdekt dat de tempel onderstand is bedolven door een of andere veiligheidsmechanisme. Toen de zon uitviel, werd het hele bouwsel onder het zand verborgen om het te beschermen. Laten we maar voorzichtig zijn als we gaan verkennen. Er liggen ongetwijfeld valstrikken op ons te wachten, zegt Toad. Ga je gewoon mee? Oh, wow, 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 spinnen! Spinnen! Sloop die spinnen! Ah! Maak ze kapot! We kwamen al die spinnen toe, jongen. Ik dacht, we gaan in een battle terechtkomen, maar dat viel mee. Kijk trouwens deze dood mensen. Dit ziet er wel weird uit, jongen. Dit voelt niet goed. Dit zijn gewoon mensen met een doodmuts. Stiekem sta ik gewoon in die tempel met deze pet. Ik denk dat het gewoon afbeeldingen zijn van Rikachu. Nou, laten we gewoon lekker rustig doorgaan. In deze mooie Egyptische tempel vol met spinnen. En wat zal er nog meer allemaal in zitten? Ik zie in ieder geval allerlei puntige stekels. Professor Toad wordt even aangepakt hier, jongens. Eens even kijken of we deze gewoon met normale schoenen kunnen gaan pakken, jongens. Dat moet toch al kunnen, die spinnen. Come on. Nee? Nee? Zijn dit mega superspinnen? Potverdorie, hebben we toch gewoon twee beurten nodig om ze te slopen, hè? Kijk, oh. Maar die Toad, jongen. Die Toad, die sloopt ze gewoon in één keer. Wat is dit nou? Waarom is Toad sterker dan Mario? Dit is toch insane? Oké. Wat moeten we hier doen? Dit is een valstrik. Dit is geen valstrik. Ik dacht dat het een valstrik was. Ik dacht dat we daar echt door de vloer zouden gaan vallen. Maar gelukkig valt het mee. We vinden hier wel even een paddenstoeltje. Wat vinden we aan de andere kant? Voorlopig alleen even een gat dat we moeten opvullen. Yes. Volgens mij zie ik hier niks. We kunnen wel even hier naar boven gaan. Even kijken of we misschien hierin moeten staan. Kijk. Ja. Ja, ja. Oh, alleen... Juist. Olivia zegt, zien die standbeelden er niet uit alsof we iets zouden moeten vasthouden? Zijn dit knoppen? Nee. Maar wat moeten we vasthouden dan? Oh, wacht even. We kunnen deze tekst lezen. Je hebt meer aan het linkerbord. Ja, oké. Dat snap ik. En ik zie dat daar een scheurwand is, maar hoe haal ik die scheurwand naar beneden? Moet ik gebruik maken van professor Toad? Kan die hier ergens gaan graven of zo? Kan hij hier graven? Dit is zand. Is dit zand? Misschien kan hij hier graven. Ja, kijk. Oh, ja. Hij kan hier in het zachte zand gewoon graven natuurlijk. Nice. Moeten we dan maar de hele tempel door gaan doen, denk ik. Kijk, want we krijgen nog muntjes erbij, alles. Oké. Vouwarmen. Hoppakee. En maak het kapot. Lekker. En daar komt het trappetje waarschijnlijk. Yes. Oké, dit wordt wel een aardig lastig tempeltje, denk ik. Je moet goed op je omgeving letten. Je moet goed opletten dat professor Tootje helpt in deze tempel. Want hij is niet voor niks met ons meegegaan, blijkbaar. Wat staat hier? Deze tekst is zeer complex. De grammatica is oudbollig. Zelfs voor een archeologische vondst. Lieve hemel, zelfs de ironietekens zijn omgekeerd. Het gaat wel even duren. Oké, als jij er even blijft staan, dan ga ik even die andere doen, oké? Ik denk dat dit het is. Ik denk dat we gewoon allebei tegelijk moeten activeren, toch, Tootje? Kijk, hoppakee. Oh, hij is boos. Hij vraagt of we stil kunnen zijn als hij aan het vertalen is. Jongen, we hebben de poort opengemaakt. Dat was de bedoeling. Kom, Toad. We gaan. Tempo. Oké dan. Het is hier aardig donker, jongens. Oké, nu niet meer. Toon jezelf, Fantoon. Kijk hem stoer doen met zijn scheppie. Alleen het was zijn eigen schaduw. Nice. Lekker Tootje. Oeh, wat is dat? Is dat Ramses? Is hij tot leven gekomen in deze tempel? Oh nee, het was Zwamzus, hè? Het was geen Ramses. Zwamzus. Of was dat zijn zus? De zus van Zwamzus. Zwamzus, zus. Oh. Er zijn te veel booby traps hier in deze tempel, jongens. Kijk, daar was hij weer. Zwamse zussen, kom je halen. Even opslaan die handel. Kunnen we dit kistje pakken? Waar vinden we die groene buis? We moeten goed opletten dat we die groene buis gaan vinden. Oké, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Maar mijn snippers zijn op. Top. Dit is een knop. Oh, oké. Nee, dat was geen knop. Ik werd even in de maling genomen, jongens. What? Het is een... Het is een mummy Goomba. Dit is zo vet. Oh, wat hou ik van deze game, jongens. Dit soort dingen zijn zo cool. Het zijn twee mummy Goombas. Pak ze. Hoppa. Kom maar. Ja, kom maar allebei. Kijk, kan je even op die... kan je op die knop springen? Spring. Heel goed. Als ik misla, komen er dus gaten in de vloer, blijkbaar. Hoppakee.
En... Oh, ik wou hem gelijk nog een keer slaan, maar dat gaat niet. Ah! Ik maak het mezelf opeens heel moeilijk nu. Onnodig moeilijk. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Goed zo. Bam! Hoe vaak moeten we hem raken, joh? Moeten ze echt kapot vaak raken. Kijk, dat is één top. Die andere moet ik nog even de achterkant van slaan. Ja, nice. Kom maar, kom maar. Nu is het Casey, jongens. En ik bedoel niet de app. Nee, ik bedoel niet de app, Casey. Ik bedoel gewoon dat het makkelijk is. Let's go. Oh, oh, oh. Oh, Mario, pas op. Ik sloeg mis. Even op de knop drukken. Ja, top. Pak hem. Lekker. Nog één keer, denk ik. Pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Ja, nice. En de deur is weer open. En Toad is ook weer van de partij. Hij had best willen helpen, maar ik ben letterlijk bang voor mijn eigen schaduw, zoals je hebt gezien. Nee joh, je bent een baas. Niet zo onzeker over jezelf, Toad. Je bent een baas, man. Je sloopt al die enemies met gemak. Niet zo onzeker, joh. Toppie, nu kunnen we dit gat ook vullen, want we hebben alle snippers opgepakt. En daar zijn weer wat muntjes. 12.000 muntjes hebben we ondertussen. Dat is ook wel lekker. En we gaan door naar de volgende ruimte. Wow, kijk al die spinnen. We moeten die Toad bevrijden. Hoppakee. Hoppa. La 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 la. Toad, wat doe je hier trouwens? Hoe lang heb jij hier onder de grond in deze tempel gezeten, vriend? Ben je oké, Toad? Toad heeft geen hoofd. Het is Mummy Toad. Oh, is er iets mis? Vanaf hier ziet alles er normaal uit. Nice, Olivia. Toad, wat is er gebeurd met je gezicht, vriend? Ondertussen ziet Olivia ook wat er aan de hand is. Oh, arme Toad. Zijn gezicht is gewoon opgegeten. Kunnen we zijn gezicht vinden? Oh, man. Dit is niet normaal. Kijk hem lopen ook. Oh, dit is echt zielig. Gewoon een Toad zonder gezicht. Wat is dit? Dit is een knop. Heel goed. En hebben we hier nog een knop? Nice. Hebben we nog meer knoppen? Ja, hier is nog één. Knop nummer 3. Volgens mij moet het in de juiste volgorde. En volgens mij hebben we gewoon de juiste volgorde per ongeluk al gepakt. Oh, blijkbaar niet. Kijk, hier staat de volgorde waarschijnlijk op dan. 1, 4, 2, 3. Oké. 1. Dit is 4. Rechtsbovenin is 2. Dat is deze. En dan deze. Hoppa. Kijk. Maar er waren nog meer kamers hier. Kijk, hier is nog een kamer. En links is ook nog een kamer. Fuck, eerst maar de kamer links. Oké, nice. Oh, we hebben een sleutel. 3, 2, 1, hart. Oké. Ik weet niet wat die sleutel betekent. Maar we gaan hem ongetwijfeld nodig hebben. En dan kunnen we gelijk even kijken waar deze buis naartoe leidt. Oh, nergens naartoe, want het andere eind van de buis is geblokkeerd. Arme Toad. Zou zo fijn zijn als die Toad gewoon kunnen helpen. Ik heb echt medelijden met die Toad. Zouden we hem kunnen helpen door in de kamer rechts in naar binnen te gaan? Eerst moeten we even battelen met spookies en spinnetjes. Ik laat altijd die Toads helpen met die spookies. Want ja, ik snap het toch niet. Ze zijn op een gegeven moment verdwenen en ik heb totaal geen idee waar ze zitten. Dus hopelijk kunnen de Toads me helpen. Kijk, dit bedoel ik. Lekker. Misschien kunnen we ze wel gewoon pakken met de normale schoenen. Hop, hop, hop. Ja, kijk. Nee, er leven er nog 3. Potverdorie. Ik dacht dat het wel genoeg was, maar blijkbaar niet. Maar we hebben natuurlijk Toad nog, hè. En Toad doet ook heel veel pijn. Kijk, hoppakee. Toad maakt ze wel kapot, jongens. Lekker. Wat een bazenprofessor is dit, jongens. Oké, we kunnen dit kistje openmaken. Ah, kijk, hier zit het beeld uit de grot van de vuurolifant miniatuur. Cool. Ik heb geen idee hoe we hier naar boven kunnen. Of kunnen we via de kist? Nee, we kunnen niet echt op die kist springen. We kunnen wel hier dit gat even dichtmaken. Misschien kunnen we achterlangs. Ja, kijk, want ik zag al een muntje daar inderdaad. Zit hier een Toadje verstopt? Er zit hier ergens wel een Toad verstopt. Maar waar zit die Toad verstopt? Zit hij in de kist? Het is er nog één zonder gezicht. Jemig. Wat freaky. Allemaal Toads zonder gezichten. Ik vind het maar een freaky tempel, jongens. Maar ik vind het wel een hele leuke tempel. En in de volgende aflevering gaan we verder in deze tempel, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en nu vooral Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!